Dokter Van Baal, u hebt een speciale erkenning gekregen, een legpenning. Kan u daar iets meer over zeggen, waarom u die gekregen heeft? Ja, het is de gouden legpenning van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Chirurgie dus, die mij is toegekend volgens de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, die het mij uitreikte om verschillende redenen. Punt 1, mijn werk op het gebied van de diabetische voet. Toen ik 25 jaar geleden in Almelo begon, heb ik mijn aandacht met name gericht op de complicaties van de suikerziekte in de voet. En ik ben daartoe in staat geweest om een team op te richten van mensen die zich op onderdeel van deze afwijking bezighielden. Dus we hebben daar een multidisciplinair team kunnen formeren die langzamerhand toch een voorbeeld is geworden voor heel veel klinieken in Nederland. Daarnaast, als je iets doet, wil je ook graag nakijken wat je doet. En langzamerhand hebben wij steeds meer aan wetenschap gedaan. We hebben ook wetenschappers aangetrokken in onze groep, zodat we hebben kunnen publiceren. En allengs kom je daardoor naast publicaties ook in aanraking met internationale groepen en internationale werkgroepen waar ik ook zittingen heb genomen. En op die manier ook van belang ben geweest voor het ziekenhuis wat betreft de diabetische voet. Daarnaast ben ik 20 jaar lang opleider geweest, verantwoordelijk geweest voor de opleiding van artsen tot chirurg. We hebben er zo'n ruim 100 opgeleid in Almelo. En daarnaast heb ik ook nog 45 artsassistenten uit Leuven, uit België, opgeleid tot chirurg. En daarnaast, door een wetenschappelijk werk, ben ik in aanraking gekomen met buitenlandse instituten, waar onder andere het instituut, het Universiteit van Cardiff, waar ik momenteel dus ook visiting professor ben. Ook dat was een punt wat zij van belang vonden. Dat moet u wel goed doen, want die legpenning wordt niet vaak uitgekeerd. Ik vond het verrassend. Zeker omdat ik al 2 jaar met pensioen ben formeel. Ik vond het heel bijzonder. En zeker omdat het een gouden was, want je hebt ook nog een zilver legpenning. Maar ik heb een gouden gekregen, dus ik was er wel verguld mee, ja. Ja. Hebt u door uw manier van werken, door uw inbreng, kunnen zorgen dat meerdere mensen hun lichaamsdeel konden behouden, hun voet? Kan je dat zo stellen? Enerzijds kun je misschien wel zeggen ja, omdat je natuurlijk daar je best voor doet. Maar je moet beseffen, als mensen eenmaal met een wond bij je komen, dan zitten ze al in een eindstadium van de diabetische voet. Dus je kunt dan wel een aantal mensen redden met je ingrepen en met je toestanden, maar het is natuurlijk veel belangrijker om dat moment te voorkomen. En helaas, het aantal mensen met suikerziekte in Nederland stijgt alsmaar. Je hebt momenteel 1,2 miljoen mensen met suikerziekte in Nederland. Dat is zo'n 6%, maar we verwachten zelfs dat we kunnen uitkomen tot 7-8%. Dat is punt 1. En punt 2 is het ook zo dat een groot onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de mensen die een wond hadden die genezen is, binnen een jaar weer een wond terugkrijgen. Met andere woorden, het is een heel lastig probleem. En wat ik gedaan heb, is meehelpen aan de bewustwording bij medici en bij paramedici aan het probleem. Maar wil je nou zeggen van, ik heb er heel veel aan gedaan om het probleem de wereld uit te helpen? Dat is nog maar de vraag.